In deze filmdocumentaire nemen wij u mee naar de provincie Gelderland. Gelderland is qua oppervlakte de grootste provincie van Nederland en landschappelijk en architectonisch gezien misschien wel het meest afwisselend. De grote afwisseling komt tot uiting in de drie onderling zeer verschillende regio's. Van het land tussen de rivieren van de Betuwe, de Veluwe met zijn springen, tot het glooiende kampenlandschap van de Achterhoek. Wij bezoeken op onze route het rivierengebied en starten in de gemeente Groesbeek. De gemeente Groesbeek is gelegen ten zuiden van de stad Nijmegen en telt ongeveer 19.000 inwoners. De gemeente is landschappelijk gezien zeer fraai. Het prachtige landschap van de gemeente Groesbeek is ontstaan in de ijstijd. De heuvels en dalen zijn ontstaan door het opgestuwd gletsjereis. Ook het bekende Pieterpad loopt door Groesbeek. Dit pad voert van Pieterburen in Noord-Groningen naar de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg en is daarmee de langste aaneengesloten wandelroute van Nederland. Een belangrijk monument voor Groesbeek zien we aan de Zevenheuvelenweg met het daaraan gelegen indrukwekkende Canadese oorlogskerkhof, dat tijdens ons bezoek in een dik pak sneeuw gehuld was. Nadat Nederland op 5 mei uiteindelijk weer vrij was en verlost was van het Duitse nazijuk, zijn er nadien verschillende kerkhoven ontstaan in Nederland. Een van deze kerkhoven is het Canadese oorlogskerkhof te Groesbeek. Op dit kerkhof liggen voornamelijk Canadese soldaten. Veel van deze soldaten zijn gesneuveld tijdens Operation Veritable en de slag om het Reichswald. De Canadezen verloren tijdens deze operatie ruim 5000 soldaten, van wie de meesten ter aarde werden besteld op dit kerkhof in Groesbeek. De opening van het Canadese oorlogskerkhof was op 4 mei 1947. Het Maas-Waalkanaal speelt in deze regio een belangrijke rol. Ten noordoosten van Heumen kijken we uit over de sluis. De sluis staat meestal open voor de scheepsvaart en alleen bij hoge waterstanden van de Maas gaan de sluisdeuren dicht. De Maaskanalisatie maakte de bouw van een aantal stuwen met sluizen noodzakelijk om het water tegen te kunnen houden bij droge periodes. Gelderland staat bekend vanwege haar vele kastelen. Van het kasteel in Wijchen wordt in de schriftelijke bronnen voor het eerst melding gemaakt in 1392. In 1535 wordt het als bouwval aangekocht door Herman van Bronkhorst de Batenburg. De herbouw is pas voltooid nadat het kasteel in 1609 was aangekocht door het prinselijk paar Emilia van Nassau en Emmanuel van Portugal. Die hebben het de huidige renaissance-stijl gegeven en hun initialen achtergelaten in de muurankers. Nadat dit echtpaar in 1626 uiteenging, is het kasteel vaak van eigenaar en bewoner gewisseld. In Batenburg, een pittoresk stadje aan de Maas, lijkt het of de tijd heeft stilgestaan.
Bijna alle panden hebben de status van monument. Batenburg is een zeer oud stadje. De Romeinen vestigen zich er omstreeks het begin van onze jaartelling. In de tijd van Karel de Grote, zo rond circa 800, wordt Batenburg genoemd als een sterkte. En ongeveer een eeuw later wordt het een oude veste genoemd. De overlevering wil dat Batenburg al omstreeks het jaar 1000 stadsrechten kreeg. Aan de noordrand van het stadje Batenburg is gelegen het gelijknamige kasteel Batenburg. Dit kasteel behoorde tot de belangrijkste kastelen van Gelderland. Eeuwenlang was dit de burcht van Gelre en de bewoners ervan, de heren van Bronkhorst, beschouwden zich als de gelijken van de Gelderse hertogen. Zij hebben een rol gespeeld in de totstandkoming van het gewest, gingen op kruistocht en zijn betrokken geweest in vele oorlogen. Het slot en ook het stadje Batenburg zijn daardoor enige malen grondig verwoest geweest. In 1701 is het kasteel in eigendom gekomen van de vorst van Bentheim en in het najaar van 1794 is het door de Franse bezetters in brand gestoken. Wat er van de ronde burcht overbleef was een ruïne, maar deze is na ruim 200 jaar nog steeds zeer indrukwekkend. Batenburg ligt heel strategisch bij een knik in de Maas. Vanaf het kasteel kon de rivier in de richting Rotterdam en Limburg in de gaten worden gehouden. Dit zogeheten Tijnshuisje dateert uit de tweede helft van de 17e eeuw. Het was een tol- en toegangshuis. Het vormde met een pendant die is afgebroken de toegang tot het kasteelterrein.